Matthias en Timon, ja. De film van Michiel en Céline. Vertel eens, wat verwachten jullie ervan? Ja, ik ben echt al... Ik ben ook benieuwd. Ja, maar ik denk dat het echt leuk gaat zijn. Ja, ze hebben nog nooit een film gemaakt, dus ik weet ook niet wat we moeten verwachten, maar ik ben benieuwd. Ja, ik verwacht echt zo'n toffe kinderfilm met humor. En zo, ja, Céline en Michiel, het is zo'n duo gewoon. Ik denk, ik heb er echt oprecht zin in. Zeg, krijgen jullie zo geen zin nu om een film te maken over Boris en broer? Oh, een Boris en broer, de movie. Ja, inderdaad. Ja. Soms als we in de auto zitten, dan dromen we daar wel eens over van, oké, wat kunnen we nog doen met Boris en broer? We hebben onze poster bij, we plakken die hier over. Ja. Nee, dat zou, ja. Hey, voor volgend jaar, dit jaar Céline en Michiel, volgend jaar Boris en broer. Ja, wie weet. Voilà, Kinepolis, noteren. Ja. Nee, maar vertel eens, waar zijn jullie allemaal nog mee bezig? Waar zijn jullie zo allemaal nog mee bezig? Ja, van alles. We zijn... Met heel veel chaotische dingen. Ja, het is echt... Elke week weten we niet wat we de volgende week gaan doen, maar toch zit het altijd vol. Met alles. Ja. Alles en niks en alles tegelijkertijd. Ja, het is chaotisch, maar dat zijn ze wel echt leuk. Ja. Er komen leuke dingen. Ja. Het is echt tof. Kunnen jullie aan een tipje van de sluier lichten? Waar gaan we jullie binnenkort kunnen zien? Vooral op onze eigen dingen gewoon. Ja. Ja, wij werken graag... Onze eigen, ja. Komen er projecten aan? Ik zou het zo vragen. Komen er projecten aan? Ja, dat wel. Ja, er komen nice dingen aan. Ja. Maar over sommige dingen mogen we contractueel niks zeggen. Oelala. Ja. Nee, maar we zijn bezig met van alles en ook met Boris en broer. Van alles en nog wat. Het is tof.